In 2019 aanvaarde ik het werk van Almachtige God van de laatste dagen. En later las ik vele woorden van Almachtige God. Het voedde me echt en ik genoot ervan. Zo had ik me nog nooit eerder gevoeld. Door communicatie leerde ik dat zolang we leven, we vertrouwen moeten hebben, Gods woorden moeten lezen en de plicht van een schepsel moeten vervullen. Ja. En hoewel mijn vader tegen mijn geloof was ja. en boos werd, bleef ik naar bijeenkomsten gaan, omdat ik wist dat ik alleen zo Gods woorden kon leren begrijpen. Mm -hmm, dat dat klopt. klopt. Voordat ik Gods woorden kon lezen, was mijn leven heel erg leeg. Gods woorden vervulden me en gaven richting aan mijn leven. Dat is belangrijk, bijeen kunnen komen en samen Gods woorden lezen. Ja, je hebt gelijk. Om de waarheid te verkrijgen, moeten we samenkomen en Gods woorden lezen. Ja, klopt. Maar al snel kreeg ik met verleiding te maken. Mijn buurvrouw vroeg Goh. of ik verkoopster wilde worden in de winkel waar zij werkte. Ze zei dat ik meer dan 500 peso's per dag kon verdienen en dat ik zeker aangenomen zou worden. Dat leek mij een prima inkomen. Met dat geld zou ik me de dingen die ik wilde kunnen veroorloven en ook zou ik mijn ouders bij kunnen staan. Maar als ik die baan zou aannemen, kon ik geen bijeenkomsten meer bijwonen. Toch wilde ik het geld en liet ik de gelegenheid niet graag voorbij gaan. Uiteindelijk kon ik de verleiding niet weerstaan. Ik nam de baan aan. Ik tekende een contract voor één maand. Na die maand kon ik zoals altijd naar bijeenkomsten gaan. En intussen zou ik mijn best doen om aanwezig te zijn. Maar helaas liep het allemaal anders. Ik kon de bijeenkomsten niet bijwonen zoals ik had gehoopt. Waarom niet? Ik kon mijn telefoon niet gebruiken op het werk. En ik was pas om zes uur klaar. Ik moest echt lang reizen. Dus als ik thuis kwam, was ik zo moe. Ik had gewoon de energie niet om te gaan. Dat ik begrijp snap het. ik. En kwam ik niet op tijd thuis, dan was ik te laat voor de bijeenkomsten. Het voelde alsof ik steeds verder van God af kwam te staan. En ik voelde een vage angst en ongemak. Ik wist niet waarom, maar ik was bijna de hele tijd verdrietig. Ik deed alsof ik grimlachte, maar in werkelijkheid leed ik pijn van binnen. Het voelde alsof al het licht verdwenen was uit mijn leven. Soms voelde het zo donker dat ik gewoon begon te huilen. Ik miste de bijeenkomsten echt. Ja. Als er geen klanten waren, probeerde ik op te schrijven wat ik me herinnerde van Gods woorden zodat ik erover kon nadenken. Ik kon de hulp van God en Zijn sturing voelen. Ik keek voortdurend op de kalender, streepte de resterende dagen van mijn contract af. Ik wilde klaar zijn met de baan en weer naar mijn inkomsten. Dat geloof ja. ik. Op een dag zat ik op Facebook en een broeder had twee passages van Gods woorden gestuurd. Oh. Ik zal ze voorlezen. Oké. Okay. Allerlei soorten rampen, Zullen plaatsvinden. Alle naties en plaatsen zullen rampen ervaren. Epidemieën, hongersnoden, overstromingen, droogte en aardbevingen zijn overal. Deze rampen gebeuren niet slechts op één of twee plekken, nog zullen ze in één of twee dagen voorbij zijn. Ze zullen zich eerder steeds verder verspreiden en steeds zwaarder worden. Gedurende deze tijd zullen allerlei insectenplagen elkaar opvolgen. en het verschijnsel van cannibalisme zal overal voorkomen. Dit is mijn oordeel over alle naties en volken. Mijn genade, uitzicht naar degenen die mij liefhebben en zichzelf verloogen. De straf van de goddeloos is ondertussen het bewijs van mijn rechtvaardigheid. en meer nog, getuige van mijn toorn. Wanneer rampspoed aanbreekt. Zullen alle die zich tegen mij verzetten huilen als hongersnood en epidemieën hen treffen? Zij die allerlei kwaad hebben gedaan, maar mij vele jaren volgden, zullen boeten voor hun zonde. Ook zij zullen ramsvoet ondervinden, zoals amper gezien in miljoenen jaren, en constant in paniek en angst leven. En mijn volgelingen, die mij trouw zijn gebleven, zullen juichen en mijn macht bejubelen. Zij zullen een onuitsprekelijke voldoening ervaren. En leven in een vreugde, zoals die ik de mens nooit eerder heb toebedeeld. Ik koester de goede daden van de mens en verafschuw zijn kwade daden. Amen. Sinds ik de mensheid leid, hoop ik van harte een groep te winnen die eensgezind is met mij. Degenen die niet eensgezind met mij zijn, vergeet ik ondertussen nooit. Ik veracht hen altijd in mijn hart en wacht op de gelegenheid dat ik vergelding over hen laat komen, hetgeen ik met genoegen zal aanschouwen. Vandaag is mijn dag eindelijk gekomen en hoef ik niet langer te wachten. Amen. 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 Ik vond de woorden van God zo waar en ik was echt bang. Alles wat Hij zei, zag ik uitkomen. Mm -hmm. Over de hele wereld vonden verschrikkelijke rampen plaats: vulkaanuitbarstingen, orkanen, aardbevingen, pandemieën. Mm -hmm. Zo ging het in de hele wereld. Dat klopt. Maar ik had me van God afgekeerd omdat ik geld wilde verdienen. Als er een ramp zou gebeuren en God me niet zou beschermen, kon ik mijn leven verliezen. Dus bad ik: God, ik heb het geld verkozen boven u. Vergeef me alstublieft. Ik weet dat ik tegen uw wil inging, maar ik wil berouw tonen. Ik zei tegen mezelf dat het niet te laat was voor berouw en ik nog naar bijeenkomsten kon gaan. Mm -hmm. Ik keek uit naar het einde van mijn contract, dan zou ik een plicht op me kunnen nemen. Maar in datzelfde jaar, op 15 december, voelde ik me onrustig. Ik wist niet waarom, maar ik had een bang voorgevoel. Ik wilde naar huis, weg van het winkelcentrum. Ik wilde niet op mijn werk blijven. Ach. Op dat moment gingen een collega en ik naar het toilet. Wat later, toen we het winkelcentrum weer inliepen. Begon de grond opeens te schudden. Een aardbeving? Mm -hmm. Ik zag massa's mensen het winkelcentrum uitrennen. Sommigen stonden verlamd van angst. Overal in winkels vielen er dingen uit de schappen. Oh. Gelukkig waren we vlak bij de uitgang, dus kwamen we het gebouw snel uit. Ik schudde heen en weer alsof ik in een wieg lag. Met moeite bereikten we eindelijk een veilige plek. Nu ik er achteraf over nadenk, was ik net voor het begon het winkelcentrum uitgelopen om naar het toilet te gaan. Het was daar toen heel erg druk. Dus moesten we een tijdje buiten wachten. Op het moment dat ik weer naar binnen ging, begon de aardbeving. De timing was perfect. Het was dus Gods bescherming die me van het gevaar had gered. Ja, dat klopt. Daarna was ik zo ontroerd: niet omdat ik het had overleefd, maar omdat God met mij was. Ik zag zijn liefde. Hij redde mij van die aardbeving. Ik bleef God aanroepen vanuit mijn hart. Dank u, Almachtige God, dat u mij hebt gered. Ik stond daar buiten en had zoveel gedachten. Ik wist dat ik geld had verdiend in deze baan, maar toch voelde ik me somber en verdrietig. Geld is niet belangrijk. Het zal je niet helpen bij een aardbeving. Nee, dat telt ja. niet. Voor God komen en zijn redding ontvangen is het enige dat telt. Mm -hmm. Ik wilde graag naar huis en naar een bijeenkomst. Ik wilde iedereen vertellen. hoe God mij voor de ramp had beschermd. Hoe ik getuige was geweest van zijn liefde en zijn daden. Getuigenissen afleggen? Ja. Uh, die dag op weg naar huis bleef ik me maar afvragen. Waarom beschermt God mij nog steeds, zelfs nadat ik me van hem heb afgekeerd? Ik opende de kerk app en zag enkele woorden van almachtige God. Ik zal ze voorlezen. Oké. Okay. Mm. Gods liefde is echt. Door de genade van God ontloopt de mens de ene ramp na de andere. En God toont keer op keer zijn tolerantie voor de zwakheid van de mens. Gods oordeel en tuchtiging stellen mensen in staat om geleidelijk de verdorvenheid van de mensheid en hun satanische wezen te leren kennen. Gods verlichting en leiding stellen de mensheid in staat om steeds meer het wezen van de waarheid te kennen en om steeds beter te weten wat mensen nodig hebben, welke weg ze moeten nemen, waarvoor ze leven, wat de waarde en betekenis van hun leven is. En hoe ze de weg voor hen kunnen bewandelen. Al deze dingen die God doet, zijn niet los te zien van zijn enige oorspronkelijke doel. Wat is dan dit doel? Waarom gebruikt God deze manier om zijn werk aan de mens uit te voeren? Welk resultaat wil hij bereiken? Met andere woorden, wat wil hij in de mensen zien en van hen verkrijgen? Wat God wil zien is dat het hart van de mensen nieuw leven kan worden ingeblazen. Deze manieren die hij gebruikt om aan de mensen te werken, zijn bedoeld om het hart van de mensen op te wekken, de geest van de mensen op te wekken, de mensen te laten weten waar ze vandaan komen, wie hen leidt, ondersteunt, voor hen zorgt en wie tot nu toe de mensen heeft laten leven. Ze moeten de mensen laten weten wie de Schepper is, wie ze moeten aanbidden, welk soort weg ze moeten bewandelen en op welke manier de mens voor God moet komen. Het zijn manieren om de harten van de mensen te doen herleven, zodat de mensen Gods hart kennen en begrijpen, en de grote zorg en gedachten zien in zijn werk om de mensen te redden. Amen. Wanneer de harten van de mensen nieuw leven wordt ingeblazen, willen zij niet langer in ontaardheid en verdorfheid leven, maar de waarheid nastreven om God tevreden te stellen. Wanneer de harten van de mensen zijn gewekt, kunnen zij zich volstrekt van Satan losmaken? Niet langer zullen zij door Satan geschaad, beheerst of voor de gek worden gehouden. Zij kunnen aan Gods werk en woorden meewerken om Gods hart tevreden te stellen en aldus Godvreesendheid verkrijgen en het kwade mijden. Dit is het oorspronkelijke doel van Gods werk. Amen. 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 Het was zo ontroerend om dit te horen. Ik kon Gods liefde en barmhartigheid zien. Uit geldbejag had ik ervoor gekozen de bijeenkomsten op te geven. Dus dacht ik dat God me niet zou redden. Maar toen de aardbeving kwam, beschermde hij me op wonderbaarlijke wijze en liet hij me niet vallen. God wilde dat ik het geld niet meer begeerde en eindelijk wakker werd. Hij wilde dat ik voor hem kwam, de waarheid nastreefde en een plicht deed. Inderdaad. Ik had echt veel geluk gehad. Ik moest deze gelegenheid koesteren. Ik moest berouw tonen, mijn lichamelijk genot loslaten en mijn plicht in de kerk weer oppakken. Godzijdank. God. En heb je weer een plicht opgepakt? Mm. Nadat mijn contract in december was afgelopen, stak ik bijna al mijn tijd en energie in mijn plicht. Ik voelde wel zwakte als ik op problemen stuitte. En soms werd ik ontzettend moe. Op zo'n moment. Dacht ik eraan terug hoe God me tijdens de aardbeving had beschermd. Ik wist dat ik, wat de moeilijkheden ook waren, hard moest werken en mijn plicht moest doen om Gods liefde te beantwoorden. Ik dacht dat als ik het zo deed, mijn bestemming goed zou zijn en ik aan rampen zou ontkomen. Op een dag bekeek ik, door ziekte werd mijn motief voor zegeningen onthuld. De video toonde iemand die reeds lang geloofde. Die veel gaf en hard werkte om zijn plicht in de kerk te doen, totdat hij heel ziek werd. Hij voelde zich ellendig en gaf God zelfs de schuld. Hij vond dat hij zoveel had gegeven dat hij dus niet zo ziek had hoeven worden. Hij begreep niet waarom God hem niet had beschermd. Maar nadat hij Gods woorden had gelezen, besefte hij dat hij zijn plicht niet deed om de waarheid na te streven en God te gehoorzamen. Hij wilde alleen maar gezegend worden en Gods koninkrijk binnengaan. Nadat ik zijn ervaring had gezien, besefte ik dat mijn motieven in mijn plicht ook wel eens onzuiver konden zijn. Ik hoopte altijd dat God me voor een ramp zou behoeden. Ik was bang dat ik een deal wilde sluiten met God, net als de broeder. Later die nacht vroeg ik me af: deed ik mijn plicht om God tevreden te stellen of was het om Gods genade te krijgen? Ik dacht aan de aardbeving, aan hoe ik beschermd was en aan de schrik die ik daarna voelde. Ik was zo bang dat mij op een dag rampspoed zou overkomen. Toen ik dus terugverlangde naar een plicht doen, hoopte ik alleen maar dat God me voor rampen zou behoeden. Ik had dezelfde motieven en zienswijze als de broeder in de video. Hm. Hij maakte een ziekte mee en ik een aardbeving. Als ik een offer bracht, was dat niet om God tevreden te stellen. Het was gewoon om door Hem beschermd te worden tegen een ramp. Ik wilde een goede uitkomst en zijn koninkrijk binnengaan. Die hele nacht was ik van streek. Ik kon niet accepteren dat ik mijn plicht alleen maar vervulde om Gods zegeningen te verkrijgen. Ik wilde er zo graag zuiver in zijn. Maar de waarheid was dat mijn geloof voor mijn eigen gewin was. Ik had geen eerbied of verering voor God. Ik gehoorzaamde Hem niet als onze Schepper. Juist. Later zocht ik naar relevante waarheden hierover en vond ik deze woorden van God. Ik zal ze voorlezen. Okay. Prima. Pagina 1101. Aha. Mijn daden zijn groter in aantal dan de zandkorrels van het strand. En mijn wijsheid overtreft die van al de zonen van Salomo. Toch zien mensen mij alleen als een arts met weinig aanzien. En een onbekende leraar van mensen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar zodat ik hen zou kunnen genezen. Zoveel mensen geloven in mij alleen maar zodat ik mijn krachten zou gebruiken om onreine geesten uit hun lichaam te verdrijven. En zoveel mensen geloven in mij alleen maar om wellicht vrede en vreugde van mij te ontvangen. Zoveel mensen geloven in mij... alleen maar om grotere materiële rijkdom van mij te eisen. Zoveel mensen geloven in mij... alleen maar om dit leven in vrede door te brengen... en om veilig en gezond te zijn in de toekomstige wereld. Zoveel geloven in mij om de pijn van de hel te vermijden... om zegeningen van de hemel te ontvangen. Zoveel mensen geloven in mij vanwege tijdelijke troost... Maar zoeken niets uit de komende wereld. Toen ik mijn woede over de mensheid bracht en alle vreugde en vrede terugnam die deze eens bezat, begon de mens te twijfelen. Toen ik de mens het lijden van de hel gaf en de zegeningen van de hemel terug eiste, veranderde de schaamte van de mens in kwaadheid. Toen de mens mij vroeg om hem te genezen, besteedde ik geen aandacht aan hem en voelde ik een afkeer jegens hem. De mens verliet mij en zocht de hulp van kardaardige geneeskunde en tovenarij. Toen ik alles wegnam wat de mensen van mij hadden geëist, verdween iedereen spoorloos. Dus zeg ik dat de mens geloof in mij heeft omdat ik te veel genade schenk en er veel te veel is om te verkrijgen. Amen. Amen. Deze woorden van God onthulden mijn gesteldheid. Ik geloofde, maar alleen om van Zijn genade te genieten, om voor een ramp te worden behoed door Hem. Na de aardbeving liet ik mijn verlangen naar geld en plezier los en keerde terug naar mijn plicht. Maar hoe hard ik ook werkte, ik wilde alleen maar dat God me behoede voor een ramp. Ik wilde mijn plicht inzetten om Gods zegeningen te krijgen. Ik deed mijn plicht voor persoonlijk gewin. Ik sloot een deal met God. Ik voelde me zo schuldig toen ik mijn zelfzuchtige motieven doorzag. Mijn zienswijze was verkeerd. Ik bad tot God. O God, ik ben zo verdorven geweest. Al mijn inspanningen waren een transactie. Ik bedrieg u. Ik ben dankbaar dat u mijn verdorvenheid hebt onthuld en mij mezelf laat kennen. Ik wil mijn plicht niet meer doen voor zegeningen. Ik wil u alleen behagen. God zij dank. Later stuurde een zuster mij een aantal woorden van God. Daardoor begreep ik waar het in mijn streven verkeerd was gegaan. Laten we de video bekijken. Prima. Prima. Almachtige God zegt: Welk pad bewandelen jullie nu in jullie geloof in God? Als je niet, zoals Petrus, leven, begrip van jezelf en kennis van God zoekt, bewandel je niet het pad van Petrus. De meeste mensen bevinden zich tegenwoordig in deze gesteldheid. Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik me uitputten voor God en een prijs voor hem betalen. Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik alles achterlaten voor God. Ik moet voltooien wat hij me heeft toevertrouwd en mijn plicht goed uitvoeren. De overheersende bedoeling hiervan is zegeningen ontvangen. Dit is een voorbeeld van jezelf uitputten voor God, met uitsluitend als doel het verkrijgen van beloningen van Hem en het verwerven van een kroon. Zulke mensen hebben niet de waarheid in hun hart en het is beslist zo dat hun begrip uitsluitend uit een paar woorden uit de doctrine bestaat, waar ze overal waar ze maar komen, mee opscheppen. Dit is het pad van Paulus. Het geloof in God van zulke mensen is een kwestie van constant ploeteren en diep in hun hart hebben ze het gevoel dat hoe meer ze doen, des te meer dit hun trouw aan God zal bewijzen. Dat hoe meer ze doen, hoe tevredener hij beslist zal zijn. En dat hoe meer ze doen, hoe meer ze een kroon zullen verdienen wanneer ze voor God komen, en hoe groter de zegeningen zullen zijn die ze krijgen. Ze menen dat als ze kunnen lijden, prediken en sterven voor Christus, als ze hun eigen leven kunnen opgeven en als ze alle plichten kunnen vervullen die God hun heeft toevertrouwd, dat ze dan degenen zullen zijn die de grootste zegeningen krijgen. En dat ze zeker een kroon zullen ontvangen. Dat is precies wat Paulus zich had voorgesteld en waar hij naar streefde. Dat is precies het pad dat hij bewandelde en het was onder aansturing van dergelijke gedachten dat Paulus werkte om God te dienen. Vinden zulke gedachten en bedoelingen hun oorsprong niet in een satanische aard? Alle verdorven mensen leven voor zichzelf, ieder voor zich en God voor ons allen. Dit vat de menselijke natuur samen. Mensen geloven in God omwille van zichzelf. Wanneer ze dingen vaarwel zeggen en zichzelf uitputten voor God, is dat om gezegend te worden. En wanneer ze Hem trouw zijn, is dat om beloond te worden. Samenvattend het wordt allemaal gedaan om te worden gezegend en beloond en om het Hemelse koninkrijk binnen te gaan. In de maatschappij werken mensen voor hun eigen voordeel en in het huis van God vervullen zij een plicht om gezegend te worden. Het is om zegeningen te verwerven dat mensen alles vaarwel zeggen en veel leed kunnen doorstaan. Er is geen beter bewijs van de satanische natuur van de mens. Amen. 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 Ik stak veel op van Gods woorden. Veel mensen kunnen alles opgeven om een prijs te betalen voor hem, maar ze doen dat niet om God tevreden te stellen. Ze doen het voor zegeningen. Ze zijn net als Paulus. Paulus leed veel en reisde veel. Verkondigde het evangelie maar hij wilde dat werk en die moeite gewoon ruilen voor Gods zegeningen. Ja, dat is zo. En nadat hij veel werk had verzet, zei hij: Ik heb de goede strijd gestreden, de wetloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid. Alles wat Paulus deed was een transactie. Alles was voor een kroon, voor zegeningen en beloningen. Hij gaf alleen om het werk, in plaats van het binnengaan van de werkelijkheid van Gods woorden. Ja. Dat is de reden dat de gezindheid van Paulus nooit veranderde. Daarom gaf God hem nooit zijn goedkeuring, ook al verkondigde hij het evangelie en won hij veel mensen. Mm -hmm. Ja, dat klopt. Toen ik over mezelf nadacht, zag ik in dat ik net als Paulus was. Nadat ik mijn baan had opgezegd, stak ik bijna al mijn tijd en energie in mijn plicht. Op drukke dagen had ik maar één maaltijd. Maar dat was niet om de waarheid na te streven of om God tevreden te stellen, maar alleen om Zijn zegeningen te ontvangen. Ik probeerde niet mezelf te kennen of een oplossing te vinden voor mijn verdorvenheid. Ik wilde alleen maar dat God zag hoeveel ik deed en me beschermde, zodat mijn uitkomst goed zou zijn en ik in Zijn koninkrijk zou komen. Ik zag in hoe diep verdorven ik was door Satan en hoe egoïstisch, hoe alles wat ik deed voor mezelf was. Ik had geen toewijding of ware liefde voor God. Alleen maar voor mezelf. Toen ik dit inzag, was ik echt van streek. Ik bad tot God. O God, help mij veranderen. Ik hanteer verkeerde zienswijzen in mijn plicht. Ik wil mijn plicht doen zoals U dat wilt. En niet voor mezelf. Mm -hmm. Ja, dat klopt. God zij dank. Wat later las ik nog een passage van Gods Woorden, die me zo ontroerde. Die wil ik graag voorlezen. Oké. Okay. Okay. In Gods Woorden staat: Ik heb jullie mijn hele hart gegeven, zonder andere keuze. Maar jullie koesteren boosaardige bedoelingen en zijn halfslachtig. Tot zover rijkt jullie plicht, jullie enige functie. Zo is het toch? Weten jullie niet dat jullie totaal gefaald hebben de plicht van een schepsel te vervullen? Hoe kunnen jullie gezien worden als een schepsel? Is het jullie niet duidelijk wat jullie uitdrukken en wat jullie naleven? Jullie hebben niet aan jullie plicht voldaan, maar jullie willen wel de tolerantie en gratie van God verkrijgen. Zulke genade staat niet klaar voor zulke waardeloze, lage personen als jullie? Maar voor hen die niets vragen en zichzelf graag opofferen. Mensen als jullie, die zo matig zijn, zijn de hemelse gratieën niet waard. Alleen ontbering en eindeloze straf zal jullie dagen vergezellen. Als jullie mij niet trouw kunnen zijn, zal lijden jullie lot zijn. Als jullie geen verantwoording kunnen afleggen aan mijn woorden en mijn werk, dan zal straf jullie uitkomst zijn. Alle gratie, zegeningen en het prachtige leven van het Koninkrijk zullen aan jullie voorbij gaan. Dit is het einde dat jullie verdienen, waarvoor jullie zelf verantwoordelijk zijn. Niet alleen doen zij die onwetend en arrogant zijn, niet hun best, en vervullen zij hun plicht niet, ze steken hun handen uit om genade te ontvangen, alsof ze verdiend hebben waar ze om vragen. En als ze niet krijgen waar ze om vragen, dan worden ze zelfs nog ontrouwer. Hoe kunnen zulke mensen redelijk gevonden worden? Jullie zijn van laag kaliber, hebben geen verstand en zijn volkomen onbekwaam om de plicht te vervullen die jullie moeten doen tijdens het managementwerk. Jullie waarde is al gekelderd. Jullie falen om terug te betalen voor mijn genade is al een daad van opstandigheid. Ernstig genoeg om jullie te veroordelen en jullie lafheid, onbekwaamheid, verachtelijkheid en onwaardigheid aan te tonen. Wat geeft jullie het recht om je handen nog uitgestoken te houden? Amen. Amen. Toen ik dat las, besefte ik hoe hebzuchtig ik was geweest. Ik had veel tijd besteed aan mijn plicht, maar wilde nog steeds Gods zegeningen en wilde een deal sluiten met God. Eigenlijk deed ik mijn plicht niet en was ik geen waar schepsel. Hoe dacht ik dan recht te hebben op Gods genade? Op bescherming tegen rampen of om zijn koninkrijk binnen te komen. Dat is waar. Zonder de openbaring van Gods woorden had ik nooit geweten hoe opstandig en verdorven ik was. Of hoezeer God mijn verachtelijke motieven voor zegeningen verafschuwde. Dat, Dat klopt. klopt. Ik dacht alleen maar aan mezelf, niet aan Gods wil. Iemand als ik is Gods redding helemaal niet waard. God is rechtvaardig en heilig. Hij houdt van mensen die hem toegewijd zijn, die een plicht kunnen vervullen met een zuiver hart. Absoluut. Dat is waar. Maar had ik wel een zuiver hart? Nee. Ik schaamde me zo voor mijn verachtelijke motieven en buitenissige wensen. Ik verdiende Gods genade niet. Ik wilde mezelf en mijn verkeerde motieven veranderen. Om alles wat ik had in te kunnen zetten voor mijn plicht om God tevreden te stellen. Godzijdank. Hmm. Hoe ben je daarna op zoek gegaan en binnengegaan? Toen ik later in een bijeenkomst was, las ik een aantal woorden van God die me goed hielpen. Zal ik ze voorlezen? Zeker. Daar, bedankt. Er is geen verband tussen de plicht van de mens en of hij gezegend of vervloekt is. Zijn plicht is wat de mens hoort te vervullen. Het is zijn door de hemel gezonde roeping en zou niet afhankelijk moeten zijn van vergoeding, voorwaarden of redenen. Dan pas vervult hij zijn plicht. Men is gezegend wanneer men vervolmaakt wordt door oordeel en Gods zegeningen geniet. Men is vervloekt wanneer iemands gezindheid niet verandert na tuchtiging en oordeel. Dat wil zeggen wanneer men niet vervolmaakt en dus gestraft wordt. Maar ongeacht of ze gezegend of vervloekt zijn, moeten schepsels hun plicht vervullen, doen wat ze horen te doen en kunnen doen? Dit is wel het minste wat een mens, iemand die God nastreeft, hoort te doen. Je moet je plicht niet vervullen om gezegend te worden, noch die weigeren uit angst om vervloekt te worden. Laat me jullie dit ene ding vertellen. De vervulling van zijn plicht is iets wat de mens hoort te doen en als hij zijn plicht niet kan vervullen, is dat zijn opstandigheid. Het is door het proces van het vervullen van zijn plicht dat de mens geleidelijk aan veranderd wordt en het is door dit proces dat de mens zijn trouw bewijst. Derhalve, hoe meer je in staat bent je plicht te vervullen, des te meer waarheden je zult ontvangen en dan zal ook jouw uitdrukking echter worden. Amen. Alsjeblieft. Nadat ik dat had gelezen, kon ik zien dat, omdat ik een schepsel ben, ik mijn plicht moet doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja, ja dat, dat klopt. is waar. Ik zou geen zegeningen van God moeten eisen. Mm -hmm. Ik zou er niet aan moeten denken of ik gered of gestraft word. Het enige waar ik aan moet denken is hoe ik mijn plicht goed moet doen. Ja. Ik dacht altijd dat, als ik een plicht deed. God mij niet zou straffen en dat mij geen ramp zou overkomen. Ik dacht dat Hij alleen diegenen straft die Hem niet volgen of geen plicht doen. Dus zette ik mijn plicht in als ruilmiddel voor Gods bescherming. Toen besefte ik dat het doen van onze plicht datgene is wat wij schepselen horen te doen. Klopt, het heeft niets te maken met gezegend worden. En of ik nu gered of gestraft word op het einde, God kijkt of ik de waarheid heb verkregen of ik veranderd ben. Dat is Gods rechtvaardigheid. Dat is het. Ja. Ook al raak ik gewond of ga ik dood, ik moet me bij de rampen nog steeds aan Gods heerschappij onderwerpen en hem niets verwijten. En ik zou mijn plicht doen nooit mogen gebruiken om de rampen te overleven. Dat is niet de plicht van een schepsel. Ik moet mezelf opofferen aan God en mijn plicht doen zonder iets daarvoor terug te krijgen, omdat Hij me heeft geschapen. Dat is ja. waar. Als ik daarna mijn plicht deed, herinnerde ik mezelf hier zo vaak mogelijk aan. Ik mocht het niet zelfzuchtig doen. Ik moest God tevreden stellen en Hem vreugde brengen. Mm -hmm. God zei dank. Deze ervaringen en wat jij hebt geleerd, waren allemaal Gods zegening. Ja, God zei dank. God gebruikte deze situaties om mijn verdorvenheid en ongepaste streven te onthullen, mm -hmm. zodat ik mijn verachtelijke motieven voor zegeningen kon zien. En veranderingen kon aanbrengen in mijn streven naar geloof. En nu doe ik een plicht niet om meer genade te verkrijgen of aan rampen te ontkomen. Ik wil de waarheid nastreven, mijn plicht doen en Gods liefde beantwoorden. God gedrukt.